Jeanette, we zijn in Sportschool Sportfit. En daar zijn we niet zomaar, want jullie bewegen voor het goede doel, voor de Hersenstichting. Ja, dat klopt. We zijn met een aantal vriendinnen een soort actie begonnen, zeg maar, voor de Hersenstichting. En dat is dus vanochtend. En wij willen dus geld inzamelen voor de Hersenstichting. Hoe is dat idee ontstaan dan? Dat idee is eigenlijk ontstaan omdat, van mijzelf, zeg maar, of van mijzelf, omdat ik zelf een hersenaandoening heb. En sinds 6 jaar heb ik de diagnose gekregen dat ik de ziekte van Parkinson heb. En ik heb op dat moment stort je wereld een beetje in. Maar ik heb mijn schouders onder gezet en ik heb gezegd van ik laat me niet op de kop zitten en ik moet door. En ook met veel bewegen, dat helpt mij dus heel erg om dat ik me beter voel. Nou, gefeliciteerd met het bedrag. Ja, dankjewel. Ja, een heel mooi bedrag, hoor. Super, ja, super. Super. Ja. Hartstikke blij, hè? Nou, succes. Dankjewel. Sportfit er 800 euro van maakt. Zo.